afgelopen dagen heb ik ontzettend veel nagedacht. Oké, ik had ook niet echt heel veel keus om wat anders te doen, want ik zit nou bijna 3 weken thuis. 3 weken verplicht thuis, even afstand genomen om een beetje te proberen tot rust te komen. Ja, we blijven gewoon doorgaan en elke dag proberen we te kijken of het een stapje beter gaat. Ja, de ene dag gaat het beter, de andere dag gaat het wat minder. Ik lag in bed gisteravond en ik kon niet slapen. Mijn hersenen die waren echt nog niet toe aan rust, die draaiden op volle toeren en er kwam van alles schoot me door me heen. Waaronder ook een idee van misschien kan ik qua vloggen eens deze kant op gaan. Ik dacht even na van wat is nou eigenlijk de essentie van mijn video's. En dat komt eigenlijk neer op 1 woordje. Waarom? Die vraag waarom, die kan ik op meerdere plaatsen neerleggen. Ik kan hem bij mezelf even neerleggen. Bijvoorbeeld even, waarom maak ik een video over een bepaalde strip? Maar ik kan hem ook bij jullie als kijkers neerleggen. Waarom zou jij als kijker van deze video nu naar de stripwinkel moeten gaan om dat album wat ik in mijn handen heb te gaan halen? Op die manier wil ik toch eens dat als een uitdaging voor mezelf te gaan doen om die vraag waarom te gaan beantwoorden. Het album wat ik in deze video heb, dat is ook weer een album wat een beetje past bij de stemming waarin ik mij voel. Want ik ben nog steeds niet allemaal in de mood voor hele luchtige en happy dingen. Ik zoek op dit moment toch even wat, ja, wat zwaardere kost, wat dramatischere kost. En vandaar kom ik dan uit bij Rio, het tweede deel, De Ogen van de Favela. Ik heb vorig jaar juli heb ik het eerste deel van deze reeks besproken. Nou, in de beschrijving onder deze video vind je een link naar de video over dit album. Ga die kijken. Mocht je de reeks nog niet kennen, dan vertel ik daarin even in het kort waar deze reeks over gaat. Heel toevallig zag ik vorige week op tv de film Tropa de Elite 2. En ik had echt zo van, meestal dan zap ik daar een beetje door. Maar om de een of andere reden bleef ik toch even kijken. En toen was ik aan het kijken en toen kreeg ik al snel door van, oké, dit speelt zich af in Rio. Dit speelt zich af in de favela's, in de sloppenwijken van die stad. En daar speelt deze reeks zich ook af. En ik zag wat overeenkomsten ermee, want die film, Tropa de Elite 2, die ging voornamelijk eventjes over de strijd tegen de corruptie binnen de politie zelf en binnen de politici. En dat kom je ook in dit album wel heel erg tegen. De hoofdpersonen uit dit verhaal zijn 2 straatkinderen, Rubius en Nina, die aan het eind van het eerste deel geadopteerd zijn door een Amerikaans echtpaar die in Rio wonen om daar werkzaamheden te verrichten. Het zijn een rijk echtpaar en de man werkt voor de Verenigde Naties. Dit album speelt zich af 10 jaar na de gebeurtenissen uit het vorige album. En wat ik zo opvallend vind, is de verschillen in die 2 kinderen, die zijn allebei in hetzelfde gezin opgegroeid. En Nina die voelt zich helemaal thuis in die Amerikaanse lifestyle, in die rijke luis lifestyle. Zo gedraagt zij zich ook. Maar Rubius die heeft daar meer moeite mee. En een deel van hem is nog steeds verbonden met de straten van Rio. En dat zijn geen prettige straten om rond te lopen. Op een gegeven moment dan loopt de zaak zo uit de hand dat zijn zusje Nina ontvoerd wordt door een van die bendes. En hij duikt er meteen in. Hij gaat naar die, hij probeert, een van die bendeleiders probeert hij te zoeken om, ja, moeite te doen om zijn zusje te bevrijden. En hij komt daar een paar oude bekenden tegen die hij in dat eerste deel waar hij mee samen op straat leefde. Dus ja, dat hele verhaal dat is zo indrukwekkend. Ik moet zeggen dat ik echt, het is geen vrolijk verhaal. Het heeft absoluut geen happy end dit album. Maar het is wel een heel goed geschreven verhaal. En ook qua tekenwerk, het is niet het mooiste tekenwerk. Dat moet ik heel eerlijk zeggen. Dat vond ik bij het vorige album ook niet. Maar er zit wel heel veel emotie en heel veel passie in. Dat zijn voor mij redenen om een hele grote fan te zijn van deze reeks. Het interessante, en dat heb ik bij de vorige album ook gezegd, blijf ik vinden dat de makers van deze strip, Louise Garcia en Corentin Rouge, die komen zelf uit Rio. Dus die kennen de situatie daar. Dus zij schrijven misschien wel vanuit hun eigen ervaringen. Of in ieder geval dat zij dingen gezien hebben. En ook dat draagt weer bij aan dat dit gewoon een heel sterke reeks is. Inmiddels 2 albums uit. Daarnaast zit er ook nog een bovennatuurlijk lijntje door het verhaal heen. Daar begon het eerste album vrij sterk mee. Hier eindigt het album een beetje mee. En ja, hoe zich dat gaat ontwikkelen, daar ben ik even benieuwd naar. Op zich heeft het verhaal dat niet nodig. Het verhaal op zich, puur even die belevenissen van die 2 straatkinderen, is sterk genoeg om hier echt gewoon heel
ja, echt goed van te kunnen genieten van dit album. Hetgeen wat ik nog steeds jammer vind is dat ik van Corent en Rouge kan ik wel het een en ander aan informatie vinden. Hij is de tekenaar en medescenarist, maar van de andere scenaristen, Louise Garcia, daar kan ik echt helemaal niks van vinden. Helemaal niks. Het enige wat ik weet is dat dit de enige strip is waar zij aan werkt. Maar geen foto's, geen biografie, helemaal niks. Heel bijzonder. Maar goed, dat maakt het ook wel weer een beetje mysterieus. Nou, dat is dus voor mij even het waarom ik deze reeks zo goed vind. Een heel sterk verhaal, heel sfeervol en vlot getekend. Als jij je in die redenen kan vinden, nou, dan is dat voor jou het waarom je naar de stripwinkel moet gaan om dit album te gaan halen. En als je het gaat doen en als je hem gaat lezen, zou ik het zeker leuk vinden als je een comment achterlaat en vertelt wat jij ervan vindt en wat jou opgevallen is aan het album. Want daar ben ik altijd heel benieuwd naar. Bedankt voor het kijken. Ik wens je heel veel leesplezier en ik hoop heel snel weer een nieuwe video te kunnen brengen.